En het voorlezen, dat gaat nou net. Maar dit is te ingewikkeld voor mij. Dat laten we mee doen. Die kan het veel beter. Dat zullen we nog maar eens zien. De Medici. De illustre Florentijnse familie De Medici is dusdanig invloedrijk geweest dat het niet is voor te stellen hoe het leven er zonder hen had uitgezien. Er waren bijvoorbeeld geen auto's geweest. Gaan we gewoon door. De illustre Florentijnse familie De Medici is dusdanig invloedrijk geweest dat het niet is voor te stellen hoe het leven er zonder hen had uitgezien. De bankiersfamilie was zo rijk en belangrijk dat zij in 1252 haar eigen gouden munten liet slaan, de florijn. Voor de jongere kijkers, geloof het of niet, maar voor de euro was er in Nederland ook al geld. De gulden klinkt misschien bekend, dat was de opvolger van de florijn, waarvan je het F'tje misschien nog wel kent. Maar dat geld is nog het minst interessant. De Medici brachten niet alleen pausen voort, maar waren vooral ook de grote bankiers van hun tijd. Waar dat beroep nu riekt naar gelddraaiend gaaiers, waren de Medici behoorlijk fijn besnaard. Ze droegen kunst in al haar vormen een warm hart en een goed gevulde portemonnee toe. Botticelli en Michelangelo behoorden tot hun beschermelingen en ook Da Vinci, Machiavelli, ik noem er maar een paar. De allereerste opera's werden uitgevoerd in opdracht van deze familie. Cristofori maakte, toen hij de pianoforte uitvond, deel uit van hun hofhouding. Ballet werd geïntroduceerd in een zaal van de kunstminnende familie en vervolgens naar Frankrijk gebracht door mijn favoriete teller, de meest tot mijn verbeelding sprekende Catharina de Medici. Wie zich een beetje verdiept in banketten en menus uit de geschiedenis, kan niet om Catharina heen. Er wordt haar van alles toegeschreven, maar dat ze de vork naar Frankrijk heeft gebracht, is onzin. De aardappel en chocola, het zou kunnen dat Catharina ze kende, maar aan hun verovering van Europa kan ze onmogelijk veel hebben bijgedragen. Het mooie verhaal dat zij in haar bagage de haute cuisine naar Frankrijk bracht, is in zoverre waar dat de fuzzy sauces en fancy fricassees in Frankrijk werden geïntroduceerd door het corrupte zootje Italianen aan het hof van Catharina, aldus de encyclopedie van Diderot uit 1754. Haar invloed moet dus zeker niet worden onderschat, maar we mogen ook niet vergeten dat ze leefde in de Renaissance, een periode waarin de Italianen sowieso een invloed hadden op Frankrijk en waarin filosofen, kunstenaars en de zeerover van een Columbus de smaken geheel veranderden. Neemt niet weg dat het leven van de machtigste vrouw van de 16e eeuw een waar koningsdrama was. Kort door de bocht ging het ongeveer zo. Ik beloof dat ik het niet verzin. Voor Catharina zit het geluk er niet in. Ze wordt wees voor ze één is, onze heldin. Dat is van haar ellende nog maar het begin. Een kroonprins vraagt haar ten huwelijk, ze is dan 14 jaar. Een onbekend land, het moet maar. Heel haar hofhouding troont ze mee, puur tegen de heimwee. Bakkers, koks en een patissier, een vreemd paleis. Ze spreken er Frans en eten heel raar. Een sprookjeshuwelijk, niet echt. Henry bedriegt, maar blijft haar gemaal, bezwangert haar, die gluiperige smiecht, met 10 koninklijke spruiten. Stort zich in een duel, bekoopt het met zijn koninklijk vel, Catharina verstout het allemaal. Haar oudste, nog te jong voor de kroon, bestijgt Catharina zelf de troon. Zo gaan die dingen gewoon. Ze kreeg het flink voor de kiezen, bedrog, hugenoten, oorlog. En 8 kinderen verliezen ook nog. De machtigste vrouw van de 16e eeuw. Geen benijdenswaardig persoon. Ze zit altijd te eten om zich te uiten, om te vergeten. Ergens heb ik gelezen dat artisjokken haar nooit genoeg konden wezen. Ik zie het voor me, die malende vorstin. Weer een artisjok verdwijnt erin. Tot de nade van haar jurk het begeven, die arme koningin. Dat is toch ook geen leven? Arme Catharina. Uitdijende koningin, wat heeft het zonder eten allemaal voor zin? Ja. En Pierre?
Wat doet Pierre? Pierre slaapt.